Theehuis Jansland in Park Rozenburg in Voorschoten is na 4 weken winterstop weer geopend. Theehuis Jansland is een leerwerkervaringsplek voor jongeren met autisme of met een spraaktaalstoornis. Ze kunnen hier van alles leren, sociale vaardigheden, een stukje horeca, samenwerken en gewoon gezellig samen zijn, bakken. We zijn vandaag weer open sinds de winterstop. En we hebben ook sneeuw, dus nou, hoe leuk we het hebben. De opening ging gepaard met een kunstexpositie van kunstgroep DAC van Ipse de Brugge uit Zwammerdam. Wat is er bijzonder aan deze schilderijen? Dat het eigen is. Het is uniek, het is van de cliënt en het is nooit hetzelfde. Dus dat maakt het wel uniek. De schilderijen zijn voornamelijk zelfstandig gemaakt door de cliënten. Nou, ik krijg bepaalde dingen in mijn hoofd en dan ga ik dat tekenen. En als ik dat heb, moet ik het gelijk tekenen. Want als ik het later teken, dan kan ik het niet meer. En hoe voel je je dan als je kunst aan het maken bent? Dan voel ik me eigenlijk helemaal rustig. Ja, dat maakt je hele hoofd leeg. En dan kan ik iedereen aanraden om lekker te gaan tekenen, schilderen. Ja. Ik wil dit schilderij kopen. Ja, dat is zo'n 8 euro.